Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zijn vaak een paar wolken zichtbaar, maar die zijn er wel en die wolken trekken langzaam naar het westen en zuiden van het land. In het noordoosten is het bijna wolkenvrij, daar begint de dag zonnig. In de loop van de ochtend zien we op steeds meer plaatsen de zon doorbreken en de wolken die worden dus minder in aantal. Vanmiddag is het dan overal droog, zijn de flinke zonnige periode in de noordelijke helft en nog een paar wolkenvelden in het westen en zuiden. De temperatuur loopt op tot tegen de, of rond de 20 graden en dan waait de meest matige noordoostenwind. Vanavond zijn het vrij heldere omstandigheden met slechts een paar wolken en dan daalt het kwik halverwege de avond tot een graad of 16. Morgen overdag opnieuw vrij weer flinke zonnige periode, maar vanuit Duitsland wel kans op een paar wolkenvelden en vroeg in de ochtend kan het in het zuiden en oosten ook mistig zijn. Ook vanaf de Noordzee kan een enkel wolkenveld de kustregio bereiken, en het wordt zo'n 20 à 21 graden. In het weekend ook temperaturen rond 20 à 21 graden, de kans op regen is klein en verder zijn er flinke zonnige perioden en een paar wolkenvelden. De wind blijft uit het noordoosten waaien en het blijft voorlopig dus ook zo goed als droog. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl